Eén keer in de 7 jaar, ja, dan moet hij blijven staan, ja. Als je een rondgang door Bezel maakt, valt één ding op. Bijna elke man heeft zijn baard laten staan. En met een goede reden, want het draaksteken komt eraan. En dus gaan de heren terug naar de tijd van armoede waarin er niet geschoren werd. Ja, dat zit er nu eenmaal in. Hè. Dat is, ja, dat weten we. Dus ja, rond je pril, dan laat ik hem staan. En dan gaat er, naar draaksteken, dan gaat er toch weer vlot vanaf. Ja, draaksteken, hè. Dan moeten we terug naar de jaren nog voor de middeleeuwen. En ja, toen hadden de arm volk had geen geld om zich te scheren, dus die moesten de baard laten groeien. En het is ook een teken van wijsheid, hè. Ouderdom, wijsheid en de huur ik bij. De wet zegt dat draaksteken is en daar huren de baarden, die huren daarbij. Op het begin is het niet zo'n pleziertje, want dan begint het overal te juichen en te doen. Maar wie langer dat er wordt, dan wordt een mens er op een gegeven moment toch wel aan. Dus dan is het is ook wel gewoon plezier. Ja. Ik heb er niet zoveel moeite met. Mijn vrouw die vindt het gaat minder. He, die zei, doe dat ding af. Ik zeg, nee, dat gaat niet. Die zei, let zo rustig mogelijk er weer vanaf. En dan laat ik mijn stupelke sluiten staan. Maar dan gaat er wel iets fijner geschoren. Ja. Ja. Had het kriebelt? Of? Nee, ja, ik heb daar geen last van. Hè. He? Maar mijn vrouw wel. Maar ja, goed. Dat is wel het probleem dan. Hè. Ja, vooral op het werk. Ja, ik werk niet dun bij, dus ja, daar moet ik wel gelijk in het begin uitleggen van ja, god, ik laat hem nu staan, want dat is voor draaksteken. Dus niet dat ze denken van ja, die verzorgt zich niet meer. Maar ja, goed, daar zijn ze nog wel aan gewend. Normaal is er iets geschorter, maar nu voor draaksteken heb ik hem al wegen 5-6 niet meer geschoren. Dus ik hoop dat u voor wegen 5-6 nog een beetje langer is. Ja, want wat is het doel? Dan moet een flinke baard zien. Een flinke baard zien en dan moet eigenlijk echt wild zien en vettig. Want ja, we zien een arme familie, hè. Het is een en al armoede, hoe we ervan zitten. Voor hebben we helemaal niks, dus ja, we kennen ons eigenlijk niet scheren. Dus, en daar vragen we eigenlijk geen tijd voor, want we moeten de ganze tijd werken. Dus ja, goed, 7 jaar geleden stond ik daar in het hof. Ja, toen had ik het een beetje beter, maar ja, nu ben ik zo arm, als ik weet niet wat. Vroeger had ik ook een hele lange baard, maar ik denk dat ze blijven zijn als ze dadelijk weer ervan af is. En ik zelf ook.